Hallo lieve Rapalje fans, mijn naam is Rosalie en ik dans bij Rapalje. En omdat ik binnenkort dansworkshops voor jullie ga verzorgen, voorafgaand aan de voorstellingen van Rapalje met de billen bloot deel 2, heb ik alvast een proeflesje voor jullie voorbereid. Veel plezier! De proefles gaat over dat wat je daadwerkelijk gaat doen voordat je eerst gaat dansen. En om dit te demonstreren heb ik twee vrijwilligers bij me. Madelief, die ook danst bij Rapalje. En onze moeder Jacqueline. Die... We beginnen met de positie van de voeten. Je zet de voeten naast elkaar neer in een V. Vervolgens plaats je je rechtervoet voor je linkervoet en zorg je dat alleen je ene rechterknie zichtbaar is. Dan staan je voeten goed. Vervolgens doen we even de handen omhoog, plaatsen we de duim aan de binnenkant en de vingers daaroverheen en plaats je ze langs het lichaam. En als laatste moeten we natuurlijk ook zorgen dat we een beetje vrolijkheid uitstralen. Dus doen we een perfecte Ierse danslag. En om onszelf nu een beetje goed te testen, gaan we dit even in praktijk brengen op de muziek van Rapalje. Komt ie aan hoor. En 5, en 6, en 5, 6, 7, 8. En lachen. En rechtop staan. En die voeten. Ik hoop dat jullie deze eerste Ierse dansles leuk vonden. En natuurlijk hoop ik jullie te zien bij de dansworkshops, in de theaters bij Rapalje. En natuurlijk om naar de fantastische nieuwe voorstelling te komen kijken. Tot dan!